Ik ben Evert Hoorn, ik kom uit Ruinewold, dat is de provincie Drenthe. En we hebben hier een melkveebedrijf, dat heb ik hier samen met mijn broer. En samen melken we hier 200 melkkoeien op 140 hectare. De gemiddelde melkproductie zit hier ongeveer op 10.000 liter met 4,29 vet en 3,49 eiwit. Dit is Jentje 323. Het is een palmer uit een Celsius, uit een UG label. Ze heeft een levensproductie van 134.000 kilogram melk met 4,17 vet en 3,31 eiwit. De gemiddelde lactatie van haar is 105 met een enige uitschieter van 119. De leeftijd van de koe is 14 jaar en 8 maanden. En ze heeft nu 13 keer afgekalfd. 1 keer een tweeling en de meeste keren in 1 keer dragend. We hebben van deze koe 5 dochters aan de melk. Waarvan 3 keer een Kian, 1 keer een Classic en 1 keer een Triomf. De gemiddelde celgetal van deze koe is ruim beneden de 100. Deze koe heeft een goed exterieur, is fijn in omgang, heeft een rustig karakter. Ze is voor ons de beste boerenkoe, omdat ze goed voor zichzelf zorgt. Ze is gemakkelijk in omgang, ze heeft altijd gezond in de uier en ze valt bijna niet op in de koppel. De koe komt meestal als eerste in de melkstal en die hangt het melkstal eronder en ze melkt zich zo helemaal weg. Dus dat vinden we een van de belangrijkste punten, zeg maar. Je hebt er verder geen omkijking meer na het melken. Daarom vinden wij dit de beste boerenkoe van Nederland.